En de vlog voor vandaag die zit alweer in de rende. Vandaag heb ik een leuke dag op stage gehad eigenlijk wel. Ik heb het gevoel dat ik wel wat impact kan hebben, zeg maar, op het bedrijf of zo. Dus dat is wel leuk dat ik zo het gevoel heb dat ik er wel mee betrokken word en zo. Dus bijvoorbeeld, ik heb overleg gehad over een ander type design op een bepaalde pagina. En het is leuk dat ze naar mij luisteren. Ook qua dat ik niet direct moet beginnen programmeren, maar ik heb dan gezegd van ik maak wel een designtje eerst of zo. Dan kunnen we dat wel aanpassen. En als het goedgekeurd wordt, dan kunnen we daar mee overstappen in code. Dus dat is goed. Dat is op zich redelijk nog goed gegaan. Dus daar ben ik wel blij mee. En verder ben ik gewoon gaan zwemmen vandaag voor het eerst in een super, super lange tijd. Dus dat was echt wel leuk. Dat heb ik dus gedaan vandaag. Voor het eerst terug gaan zwemmen. Ik moest vandaag normaal lopen, maar ik ben een beetje ziek. Dus ik ga mijn lichaam niet te oververmoeid maken. Ik heb al gezwommen vandaag, wat dat ook goed is. Voor het eerst in super lang. En dan ga ik gewoon morgen en overmorgen nog mijn trainingen doen. Deze week. En dan ga ik ook wel genoeg gelopen hebben. Dus ik maak me daar echt geen zorgen over. Morgen een intervaltraining dan nog. En dan zondag gewoon een duurloop. Met nog marathon pace in. En dan volgende week wedstrijd. Een halve marathonwedstrijd. Dus dat wordt ook wel leuk. Alhoewel, is dat volgende week? Ah ja, het is volgende week. Want deze maand heeft minder dagen. Ik was al aan het rekenen naar volgende week. Dan zijn we de 30ste februari. Maar er is helemaal geen 30 februari. Maar dus, dat ga ik doen. Oh my god, jongens, ik ben zo moe. Ik moet echt gewoon slapen. Ik denk echt gewoon dat ik straks in mijn bed ga gaan en dat ik gewoon geen wekker ga zetten. En dat ik gewoon heel de tijd ga slapen. Ik denk echt dat ik 12 uur in mijn bed of zo ga liggen. Maar ik ga gewoon deze vlog nog afediten en dan ga ik slapen, denk ik. Geen livestream meer vandaag. Ik ben zo ongelooflijk moe. Oh, ik hoop echt gewoon dat ik de nacht langer ga kunnen slapen dan 7 uur. Ik wil jullie een fijne nachtrust wensen. Ik ga dat ook doen. Ik ga in mijn bedje. Morgen zie ik jullie bij een gloednieuwe vlog. Om 6 uur. En zoals ik altijd zeg. Ciao. Kus.